hè, krap. Zo? Ja, goed. Moet je nog in de riemen? Nee, hoe niet? Nee, zo snel gaan we niet. Oké. Okay. In Duitsland gaat Piet het gemaaide gras schudden. Na Anke is het nu de beurt aan Gea voor een rondje met Piet op de trekker. Well, ik heb meer vering dan jou in de stoel. Oh, oké. Okay. Dat kan bij jou. Je hebt geen veringen, joh. Maakt me niet uit. Ik heb dikke billen. Ik heb spek in mijn billen. Dat zei Johan Cruijff altijd. Nadeel heeft zijn voordelen. Ja, inderdaad. Ja. Ik vond het super. Ik vond het echt super. Ik vond het heel interessant ook. Gewoon leuk samen in één trekkertje te zitten natuurlijk, hè? Ja, je bent hier ook niet zonder reden zitten. Nee, klopt. Klopt. In Duitsland. En ik zou je wel weer even willen aanraden. Ja, dat is ik. Dat is het flitten wat ik eigenlijk moet doen, hè? Dat doet zij dan. Ik ben ook zelf van mezelf uit ook niet iemand die zich heel snel... Geest. Nee, jij bent ook meer een beetje afwacht. Eigenlijk net als ik. Dan lijkt het niet dat ik... Geen interesse. Nee hoor. Hey, ik zat me nog wat af te vragen. Je had waarschijnlijk wel gehoord dat ik ziek geweest ben. Ja, dat ik kanker had. Oh ja, dat hadden we. Nou ja, dat heeft natuurlijk heel veel impact op je gehad, hè? Want je wordt gewoon ineens ziek. En je hebt 15% kans om te leven. Nou, dat is natuurlijk niet veel. Hoe vind jij dat? Vind jij dat eng? Het idee van, ik heb die kanker gehad, ben je mogelijk dat het terug zou komen? Dat kan nooit niet in reden zijn. Hij zegt ook van, daar kan jij toch niks aan doen. Dat is iets dat is geweest. En daar moest ik me geen zorgen over maken. Dus dat doe ik ook niet. En hij was heel begripvol erin. Dat vond ik heel fijn. Ik ben wat dat betreft ook zo gelukkig dat ik ook hier mag zitten. Ja, dat ik dit mag meemaken. Ja, maar dat snap ik. Ja, dat is echt geweldig hoor. Af en toe slaat het nog wel. Ja. Af en toe gaat het heel goed en soms dan... Maar dat is eigenlijk weer voor het eerst hoor, want ik heb daar eigenlijk die tijd gelast. Als je het beseft, dan heb maar dat zeg ik. Ik voel me ook zo gelukkig. Dan word je meer bewust, hè? Zo bewust van. Ja. Misschien nog zelfs omdat je juist zo bewust bent. Ja. Dat je dat veel beter ervaart. Ja. Misschien wel gewoon de rust hier zo. En weet je, ik heb, dat klinkt misschien wel raar, ik heb gewoon jaren ben ik nooit op vakantie geweest. Altijd, weet je, eerst de scheiding, ziek zijn, gewoon allemaal heftige dingen. Toen ben ik gaan werken, wat ik ontzettend leuk vond, maar het was alleen maar werken, slapen, opstaan. En hier, ik kom helemaal tot rust. Misschien is dat het wel. Ja, windje, kom maar. Anke, ik heb al water opgezet voor ei, hoor. Waar is nou de tost hier? Hierboven. Ja. Tom-tudom-tudom. Gevonden. Zie je ook geen kookwekker of zo, hè? Nee. Wat zit hier? Oh, er ligt ook nog brood. Ik denk dat wel een beetje uit dat is voor de vogels, hè? Ja. In Duitsland is het gras droog genoeg om van het land gehaald te worden. Piet geniet van zo'n klus in de vroege ochtend. Ik denk de hekken een beetje tijd voor mezelf, dat ik ook een beetje kan nadenken. Dan ben je even met iets anders bezig. Ja, een beetje, voorkeur is er wel, ja. Die bevestigt wel wat ik tot nu toe ook... hoe ik erin sta. Hè? Ik zoek ook iemand waar ik zelf een klik mee heb. Hè? Ze zijn allebei heel lieve vrouwen, hè? Heel zorgzaam. Ik moet er wel een klik mee hebben. Hè? Het moet wel meer dan een vriendschap zijn. Hè? Piet weet niet wat je mist, joh. Mm-hmm. We laten iedereen over. Ja, ik kan niet vanmiddag weer lunchen. Ja, daarom. Ja, dat doe ik dus echt voor mezelf, hè? Een weekend eitje, broodjes. Ik ook, hoor. Ik vind het heerlijk. Waar is hij? 1, 2, zwaaien. Die vermaakt zich wel, denkt hij. Ik doe nog een rondje. Ja. Recept gewonnen. Oh, dat is mooi. Maar ik ga eerst een aardappelsalade. Ja. Vanmiddag komen alle vier de kinderen van Piet langs. Anke en Gea bereiden een barbecue voor.
ik nou mijn weegschaal maar meegenomen? Ik had er nog aan genomen. Ja, echt. Maar ja, dat is wel waar. We zijn natuurlijk in een mannenhuishouding. Ja, hè? Maar ja, goed. 50 gram. Iets meer, dat maakt niet uit, toch? Nee, joh. Gewoon een lekkere zoete cake. Daarom. Taart. Dat maakt niet uit. Goedemorgen. Oh, wie hebben we daar? Onze haren werken. Goedemorgen, mijn dames. Goedemorgen. Gaat-ie? Nou, we zijn zo lang aan het werk. Hoi. Hoi. Good morning. Hoi. Goedemorgen. Dan kom ik in, hè, na het werk binnen en dan staan er twee vrouwen druk te kwakkerellen en hè, met elkaar. Maar dat harmonieert ook wel en dat is wel leuk om te zien. Dan, ja. We zijn een beetje op schema. Oh, we zijn hartstikke op schema. Jij ook? Ja, we hebben twee vrouwen in de keuken en als het dan niet lukt. Zo. Kan jij hem even op 9 zetten? Dan haal ik nog even 1 ei. Ja, staat op 8. We moeten hem even verder. Kijk, dan doe ik altijd zo, hè. Mm-hmm. Ja, dat mocht van mijn moeder bakte vroeger ook taart. Dat is toch wel lekker, jongen. En die had er zo'n ding, zo'n rubber ding, die kon je dan binnen. Ja, precies, een spatel. Ja. Lekker. Niet op de vloer, hè. Ja, Bas. Ja, ja. Dan denk je wel van, hè, die zou in vervolg... een van de twee, die staat in vervolg ook naast me. Dan probeer je een beeld te vormen hoe het later, hoe het eventueel zou zijn. En dan kan je smeren wat je wil. Oh, dan laat ik jullie hier alleen, dan ga ik op het terras even. Ga even lekker eten. Ja. Nou, wacht even. Het eitje was goed zoals het had, hè? Mag gewoon graag het eitje. Ich bin Hans. Ja, ich bin eine Frau. Ja, ich bin eine Frau. Eine Frau. Tschüss, Paul. Tschüss, Piet. Die vrouw. Dat er twee vrouwen, hè, oprechte belangstelling staat voor mij, dat vind ik wel iets unieks, hè? En dat geeft ook wel een goed gevoel natuurlijk, hè? Nou, moet ik zeggen, eine Dame oder eine Frau. Dus eine Dame oder eine Frau. Ik denk dat ik zometeen wel even een gesprekje met ze apart neem voor een gesprekje. Dat misschien kan ik ook iets kan laten blijken, hè? Dat ik dat wel graag zou willen. Ja, dan weet ik misschien ook een beetje beter waar ik aan toe ben, hè? Als ik... Ja. Welke kant ben je op? Die kant? Ja, we kunnen deze kant eens flippen. Ik heb een afwijking. Ik moet altijd aan deze kant lopen. Ik moet altijd aan de andere kant lopen. Ja, dan hebben we toch alweer een probleem nu. Ja, dat is wel jammer dan. Ja. Nou, Piet. Ik moet het even... Hoe jij er dan in staat, hè? Nou, weet je, dat jij mij gisteravond natuurlijk kuste... Ja. Dat was verrassend. Ja. Maar dat voelde ook wel fijn. Oké. Ja. Ja. Okay. Dus en dat maakt natuurlijk wel iets. Dat maakt natuurlijk wel iets los en dat maakt het ook anders. Want weet je, ik ben ook iemand namelijk van. Ik wil iemand ook voelen, aanraken en voelen hoe het voelt om te zoenen. Ja, ja. Dat wil ik ook, want anders komt dat gevoel natuurlijk niet. Hè? Dus ik was wel blij met jouw kus gisteravond. Okay. Ja. Omdat jullie het ook beide wel. Gelijk instaan, hè? Maar het gaat om het appel om mijn gevoel. Het gaat om jouw gevoel. Ja. Ja, dan gaat het. Ben jij toch wel diegene die dat toch wel. Dat is toch wel lief, hè? Dat is wel heel lief. Ja. En dan. Ja, dan. Want ik kan wel wat willen, maar dan moet ik geen... Maar daarom heb ik ook dit nodig. Hè? Ja. Zeg maar gewoon iemand willen aanraken en willen voelen. Dat is wel wat ik nodig heb om te voelen. Ja. Ik weet niet hoe jij dat... Ja, ik wou zelf misschien tot morgen wachten daarmee. Maar Maar ik moet het ook een keer kunnen uitspreken. Hè? Ik vind het wel natuurlijk... rot voor haar, maar ik weet ook dat zij dat beter wel goed mee kon komen. Maar als jouw gevoel van mij anders is... Ik kan niet... Je kan niet zeggen van, ik vind jullie alle twee even leuk. Nee. Kan wel. Nee, maar dat kan niet. Dat is toch onrustig. Ja. Bij deze, hè? Nou.
Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.